iedereen elk avonturier weet dat een goede voorbereiding begint bij het plannen van de route. Wij wonen hier, Flobeck. En we gaan naar hier ergens tussen, tussen Maldenhem en Brugge, hier ergens tussen. Dus hier, die afstand gaan we overbruggen. Dat is de planning. Voilà, we hebben een route. Voilà, we zijn vertrokken. Oei, ik ga ze beter op de eerste stop mijn spiegel moeten vastzetten, zien ik al. We gaan eerst naar Brakel, richting Oudenaarde. Ik geloof dat we in totaal iets van 70 kilometer moeten doen. Ja, we zijn net even gestopt voor de Rijlzaal te doen. Nou, we gaan een keer kijken op de kaart waar dat we zitten. We zijn ergens van hier. We zijn van hier naar hier gegaan. Hier zijn we geweest. En we zitten nu hier ergens. We gaan naar hier naar Oudenaarde. En dan van Oudenaarde ga ik eens nakijken. Van Oudenaarde kunnen we naar Kruishoutem. De Kruishoutem moeten we straks naar Oudenaarde. Het is een beetje wennen nog dat hij zo. Dat hij effectief remt nu. Ja, dat zijn allemaal blinde bochten, dus ik ben ondanks mijn remkracht, of mijn teruggewonnen remkracht, moeten we voorzichtig blijven. Ik ga geen GPS proberen gebruiken. We zijn juist gestopt, we gaan hier een pauzeke pakken. We zijn een koek aan het eten, een rijstwafel eigenlijk. Papa zegt dat in mijn rijstwafel. Dat zeg jij maar. Ja, de koeien komen allemaal naar hier, kijk. Om rijstwafels voor mij te eten. Waarom is het gezellig dat de koeien bij mij komen? Ik heb ook in totaal 10 liter getankt. Ik heb daar bij getankt. En hier, ik denk dat het al 20 liter tank is ofzo. Maar ik heb die ook bijna vol getankt. Die zit zo goed als vol. Ik denk, we komen zometeen in Deinzen. Ik denk dat we over 10 minuten. Nee, niet over 10 minuten, maar ik denk dat we gaan rijden via. Ik dacht eerst Alter en zo, maar dat is eigenlijk ook geen leuke baan. Hè. Ik kan dat misschien beter. Niet Alter, maar hoe noemt dat daar? Tilt zeker en zo. Wingen. Hè. Hier, we zijn in Kruishoutem. We gaan richting Deinzen. En we kunnen eigenlijk via Denterhem naar Tilt, naar Wingen. Nee, dat is eigenlijk een betere route. Ik ga dat doen. Papa. Ja. Tilt is Tilde. Haar naam is de crash. Ja, ja. Ze noemen Tilde gaan naar Frans crash en ze zeggen daar Tilde tegen haar. Als ik een voorspelling moet doen naar betrouwbaarheid, dan denk ik of een platte band of oververhitting of zo van de motor. Maar anders heb ik er wel vertrouwen in. Ja, ik weet ook niet als het echt begint te regenen, wat dat gaat betekenen. Technisch probleem. Ja, we staan in Tilt. We staan niet op de schoonst mogelijke plek, gewoon langs de weg. We zijn in slaap gevallen, dus we gaan even pauzeren. Ik ga ondertussen mijn spiegel vastzetten. Ik probeer rond het 70 te blijven rijden. We zitten in Vlaanderen, dus dat is op de meeste plekken hier de maximum snelheid. Ik denk dat die 100 of 110 of zo zou moeten kunnen. Wat is het verschil tussen de theorie en de praktijk, denk ik? Ja, we zijn aangekomen. Ik heb mijn basje niet meer voor over mijn karken, dus ik ga gewoon. Ik ga dat scherm plat leggen. Oh, dus goed, doe dat maar open. We gaan. Doe dat maar open. We gaan de tent opzetten. Daar zit zo, dat pinnetje moet je in die stok steken van onder. Nee, dat stok. Ja, dat klein. Ja, dat daarin steken. Ja.
En nu ga ik hem naar boven doen. Ja. Ik sta al bijna recht, de tent. Wacht, maar ik ga je helpen. Kijk, ik ga hem hier vasthouden en je moet hem zo schuin erin steken. Ja, 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 ja. Ja, doe maar alle touwtjes rondom. Is dat hier op de campingzaal of Lego? Dat is Lego van mij nog geweest. En dat van mijn zus. Recording. We zijn alweer op weg naar... Battery level is low. Naar huis. Oh, ik heb mijn batterij niet opgeladen. Het gaat uitvallen. Het is eigenlijk dezelfde route, maar in de andere richting. Ja, we zijn net even gestopt, want ze heeft een dekentje dat ze goed wil leggen. Het is iets kouder vandaag. Maar het is nog altijd wel droog, zo volgens mij. Ja, de kans is groot dat het droog houdt, ik ga het zo zeggen. We hadden daar juist al iemand die kwam babbelen met ons, omdat hij ook een zijspan had. Maar ik kreeg het niet ingeschreven, dus ik ga hem de nodige informatie doorsturen. Kan het niet zwaaien? Ja, nu zit ze echt in de slaapzak. Nu hebben we wel echt regen, hè. Dus we zitten al in Kruisdaal nu naar Oudenaarde en dan naar Brakel en dan naar huis. Dus we zijn al goed aan het vorderen. Ja, we zijn terug thuis. Het is net thuis, ze is al de douchen gegaan en zo. Ze had dus die slaapzak. Maar ziet, die is ook helemaal doorweekt ondertussen. Ja, dat, ze noemen dat een boot eigenlijk, van een zijspan. En, ja. Een boot maakt water als het regent. Hè. Die is droog gebleven. We hebben eigenlijk, ik heb nog een keer gekeken, het is 85 kilometer enkel dat we gereden hebben. Ik zal het plannetje hier ook laten zien. En van die 85 kilometer, hebben we daar net geen 2 uur over gedaan. 1 uur en 50 minuten. Maar dat is dan natuurlijk, vooral omdat we vanaf Tilt hadden we regen, dus dan heb ik gewoon doorgereden ook. Om zo snel mogelijk thuis te komen. We hebben geen kortsluiting of zo gehad. Ook altijd interessant. Ik had hem eigenlijk nog nooit in de regen getest. Maar dan zijn we blijven rijden. Ja, dat gaat hier natuurlijk ook wel niet goed tegen de regen kunnen. Dat is te hout. Daar moet nog een bakje voor lassen. Maar ik heb gezien dat ze in de... Is het in de Lidl of in Aldi of zo? Hebben ze terug een laspost staan. Dus ik ga die gewoon gaan halen. En de banden hebben het eigenlijk ook echt goed gedaan, ze. Ze zullen wel vlot slijten, vermoed ik. Allee, maar het is voor herhaling vatbaar. Alleen, ik denk dat we de volgende keer wel gaan checken dat we mooi weer hebben. Maar in de regen is het wel echt niet fijn.